Albert Blijenberg, oud-voorzitter van ASVD. Je hebt je de afgelopen maanden bezig gehouden met de toekomst van de vereniging. En jullie werkzaamheden zijn onderhand afgerond. Wat heeft het opgeleverd? Nou ja, zoals je zegt, wij zijn met de toekomst van ASV Dront zijn we bezig geweest. Sinds de ledenvergadering op 13 maart. Toen we opdracht kregen om de zaak te onderzoeken binnen de organisatie van de voetbalvereniging. Nieuw bestuur te vormen en te kijken of het mogelijk was om een businessclub op te richten. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben eerst de organisatie doorgelicht. En het bleek dat ASV Dront natuurlijk een voetbalvereniging is. Die loopt als een tierenlier. Er zijn commissies die geweldig goed werk doen. Het Westerse secretariaat met Gert-Jan Harpen. Een stevige pijler onder de vereniging. Het groene hart, het financiële gebeuren. Allemaal hartstikke goed. Zwarte cijfers worden er geschreven. Dus dat is allemaal hartstikke goed gegaan de afgelopen jaren. Wat was er dan nog te verbeteren? Nou ja, er was de personele bezetting van het bestuur was natuurlijk ver onder de maat. En er waren natuurlijk ook commissies die wij vonden dat ook onder de maat was. Onder andere de technische commissie voor de senioren. En dat hebben we in eerste instantie hebben we dat dus gelijk opgepakt. En de technische commissie is uitgebreid met een aantal mensen en die is nu op volle sterkte. Een man of zes zit daarin. En wij hadden natuurlijk ook de bedoeling om onze eigen jongens, onze eigen spelers hier te houden bij ASV Dront. En als het kan ook nog spelers terug te halen die vroeger bij ASV Dront in de jeugd gespeeld hebben. Nou, dat is met die insteek van die technische commissie is dat heel goed gelukt. En bestuurlijk, hoe ver zijn jullie daarmee? Nou, in besturen zijn we dus ook helemaal rond. We hebben gesprekken gevoerd met een aantal commissies binnen de vereniging. En gekeken van, nou, wat moet daar gebeuren? Hoe moet het lijntje zijn naar het bestuur? En daarna hebben we een grote lijst gemaakt met namen die eventueel in aanmerking zouden komen voor bestuursfunctie. En daar zijn we begonnen met twee huidige bestuursleden, Harry Breukelmans van de accommodatie. En die blijft dus op accommodatie. En Jessica van den Berg, die media en sociale media en website deed, die gaat het secretariaat beheren met een commissie secretariaat daaronder. En verder ook nog nieuwe bestuursleden gevonden, begrijp ik? Ja, we hebben nog zeven nieuwe bestuursleden gevonden. Dus we hebben nu een groot volwaardig bestuur bij ASV Dront. En ik zal ze even de namen opnoemen, want het zijn er natuurlijk nogal wat. Ik heb een lijstje gemaakt en daar zijn we dus de laatste dagen allemaal mee rondgekomen. Kandidaat bestuursleden die dus de 19 juni zullen worden voorgedragen op de algemene extra ledenvergadering. Als voorzitter willen we kandidaat stellen Menno Braker. Jessica van den Berg dan secretariaat. Penningmeester Harm Wierda, vicevoorzitter Jan Bollemaat, bestuurslid Breedtesport Marcel Hanswijk, Harry Breukemans accommodatie, bestuurslid vrijwilligers Alexandra den Bakker, bestuurslid commerciële zaken, dus sponsoring en dergelijke, John van der Wel en bestuurslid technische voetbalzaken, Dimitri van der Pauw. Dus dat is een volwaardig bestuur met 9 personen. En daar zijn we natuurlijk geweldig blij mee. Maar hoe kan het dat het de afgelopen jaren steeds zo moeilijk was en Albert Blijenberg gaat zich er even tegenaan bemoeien en het is klaar? Nou, dat is dus niet zo. Ik heb me, zoals je weet, ook al eens eerder geprobeerd om me daarmee te bemoeien. Ja, en dat is toen niet gelukt. En dat deden we met 3 mensen die het allerbeste met ASV Dront ervoor hebben. Hans Engelvaart, Bert Trompetter en Albert Blijenberg. Die commissie die lukte toen niet. En ik denk dat het kwam omdat wij met dezelfde ogen naar de vereniging keken. En ook met dezelfde ogen naar buiten in hetzelfde vijvertje visten. En nu hadden we 13 personen in de werkgroep.
waarvan er zelfs iemand bij, Jacques Dekker, die nou bijna nooit op het voetbalveld is geweest en de vereniging alleen maar van buiten kende. We hadden daar jongens bij die net in de 40 zijn en die een hele nieuwe frisse kijk op het gebeuren hebben en die nu ook zitting hebben in het bestuur. En, daar is het te danken dat het allemaal gelukt is. En dan het enthousiasme van de werkgroep. We hadden de werkgroep van 12, 13 personen en die hebben we opgedeeld in kleine groepjes van 3. En daar zijn we mee de vereniging in gegaan. En dat enthousiasme is dus, heeft zich uitgebreid. Daardoor, en zo kon je met mensen ook in gesprek komen die het goede met ASV Dront voor hadden. En die zich ook kandidaat willen stellen. We hebben het nog niet gehad over de businessclub, die komt er ook? Ja, daar zijn we dus ook mee bezig met de businessclub. En dat zal denk ik ook lukken. Jan Bangma is daar erg mee bezig. Wij vinden dat er het eerste elftal dat er ondersteund moet worden. Het moet aantrekkelijk gemaakt worden voor de jongens uit de jeugdafdeling om in het eerste elftal te spelen. En dat kan op verschillende manieren, maar ook financieel. En we vinden dat daar geen geld meer in moet gaan vanuit de vereniging. Dit jaar stond er dus een kleine 20.000 euro op de begroting voor dat gebeuren. En dat is in het verleden ook wel eens 30 geweest, een paar jaar geleden. Maar dat geld, dat moet in de vereniging blijven. En wil je het spelen in het eerste elftal aantrekkelijk maken, moet dat opgebracht worden door de businessclub. En de businessclub, in ruil daarvoor krijgen ze hier zaterdagmiddag de gelegenheid om bij elkaar te komen. En ik denk dat het zo twee vliegen in één klap is. Een geweldige, gezonde vereniging, dat zijn we al jaren. Maar ook dat we de ondernemers in Dronten en in de regio bij onze club betrekken. En daar stellen wij de gelegenheid voor om op zaterdagmiddag hier met elkaar kennis te maken. Dus al met al, ASV Dronten gaat weer een zonnige toekomst tegemoet. Ja, ik kan niet in de toekomst kijken, maar als ik hoop van ganser harte. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Als ik hier op zaterdagmorgen rondloop, dan gaat mijn hart open. Dat je 60 teams iedere zaterdag plezier aan het spelletje voetbal beleven. En dan ook nog de mannen zoals ik die komen kijken en daar ook een gezellig praatje mee maken. Ja, dat er zoveel mensen zijn die hier zijn, dat moet enthousiasme genereren. En daarvoor, ik denk dat er een grote toekomst van ASV Dronten en dergelijke open ligt. Ja, en achter ons is inmiddels de beslissingswedstrijd, de nacompetitie voor het eerste elftal begonnen. Hoe belangrijk is het dat het eerste klasse blijft? Ja, natuurlijk belangrijk. Sporten, dat doe je om graag zo hoog mogelijk te spelen. En de ambitie van de club is om in de bovenste helft van de eerste klas te spelen. En mogelijk hoog, niet naar de tweede klas, dat willen we niet. Maar als dat gebeurt, ja, dan zij dat zo. Dan spugen we volgende week nog eens een keer in de handen. Volgend jaar nog een keer in de handen en dan gaan we er dan wat van maken.